Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag de energieupdate van 19 tot en met 25 februari. Ook is er aankomende week de 22e, 22 februari een Engelenpoordag. Maar hier neem ik een afzonderlijke reading van op, dus daar gaan we vandaag niet gelijk dieper op in. Tenminste met deze reading niet. Ik heb dit deck even erbij genomen. Prachtige kaarten zijn dat. En het voelde gewoon even dat ik daar iets mee mag gaan doen. Dus we gaan gewoon eens kijken. We gaan starten wat er naar voren mag komen voor het collectief. Ik wil iedereen die geabonneerd is of nieuw is op mijn kanaal van harte welkom heten. Super leuk dat jullie mijn kanaal volgen of bij mijn kanaal uit zijn gekomen. Ben ervan bewust dat het collectieve readingen zijn. Het kan niet altijd geheel met iedereen resoneren. Neem alleen het stukje mee wat van toepassing is. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, het kan altijd helpen om te abonneren. Dit is geheel gratis, want dan pik ik jouw energie eerder op in het collectief veld, zodat de readingen eerder bij je aan zullen sluiten. Als je dan ook nog even het belletje aanklikt, dan blijf je ook nog op de hoogte van alle video's die ik post. Op het moment upload ik wat vaker als voorheen. Dus gewoon ook omdat er in het energetisch veld ontzettend veel aan de hand is. En vandaar dus ook dat ik er meer video's voor opneem. Kijk eens, twee krachtige kaarten komen er al uit. Onder Kandek hebben we Manifestation. Dus die neem ik ook heel even mee. Krachtige energie, mooie energie, spirituele energie. Eens even kijken of ik het allemaal kwijt kan op beeld. Zo, volgens mij zien jullie het anders niet. Huppatee. Deze iets naar boven leggen. We hebben Divine Consciousness, de Power of Personal Power en de Manifestations. Wat ik hier sterk voel is dat er nog wel wat, dat je een beetje tussen twee energievelden nog in zit. Maar als we dan naar die bewustzijnsontwikkeling gaan en naar die verhoging en die trillingsenergie waar ik het vaker over heb gehad, dan zul je merken dat je eigenlijk al verder geshift bent als waar jij in eerste instantie zicht op had. En dat komt omdat er toch nog ergens een bepaalde verdedigingsmechanisme in jou actief is, waarbij jij nog wat kleine dingen schaduwenergie op mag ruimen of mag gaan cleansen. Maar we gaan eens even kijken, wat mag ik er nog bij gaan leggen met het erop. Oh, nee, ik had hem niet goed vast. Even opnieuw. Dan heb ik af en toe, dan blokkeert mijn duim. Lang leven de reuma, zeggen we dan maar weer. Hè? Ach ja. Oh, nou, kijk eens. Krachtige energie. In je eigen kracht staan. Dit voelt voor mij, mocht je single zijn, dan kan dit dus echt jouw reading zijn. We gaan eens even verder kijken of dat er nog andere boodschappen door gaan komen. Maar het voelt voor mij dat er een bepaalde manifestatie is gedaan voor sommigen die nu aan het kijken zijn. En dat is gerelateerd aan je singlesleven, waarbij je dus liefde zou willen ontvangen. Maar we gaan eens kijken wat er nog bijgelegd mag worden. Kijk eens. De koningin van munten in combinatie met de ster. Dus deze leggen we even samen. Stabiliteit weer terugkrijgen voor jezelf. De balans behouden. Maar ook wel weer comfortabel in je energie zitten. Je hebt hard gewerkt. En nu werpt het eigenlijk allemaal een beetje zijn vruchten af. En dat heeft het te maken met het stuk waarbij jij aan jezelf hebt gewerkt. Ik pak heel even nog het boekje erbij. Want ik wil even kijken wat er nog extra bij power of bij personal power staat. Staat er een kaartnummer op? Nee, dat is heel apart. Dan gaan we eens even opzoeken. Dus kaart 21. 21 maakt natuurlijk ook weer 3. Staat ook weer voor creativiteit, communicatie, optimisme. Een beetje de middenweg vinden. Het kan, wat ik hier zo heel snel er even doorheen
lees, kan het dus te maken hebben met dat jij je af en toe alleen voelt in een situatie. Dat je niet begrepen wordt, dat je misschien dingen uitlegt en dat andere mensen om je heen het niet zo kunnen begrijpen. En het maakt niet echt uit of het nou in de positieve of de negatieve zin is. Het voelt gewoon dat jij niet gezien wordt of niet gehoord wordt met de energie die jij op dit moment ervaart. Weet dat jij in de juiste stroming zit. Dat het dus ook te maken kan hebben dat er mensen afscheid van jou gaan nemen. Of dat er situaties niet meer bij jou gaan passen. En dat zien we hier ook. Hè. Vanuit liefde ga jij voor jezelf kiezen. Pak je je eigen pad op. En dus wil helemaal niet zeggen dat als jij geen single bent dat het niet jouw reading kan zijn. Want het voelt namelijk dat het de zelfstandigheid, daar heeft het mee te maken. Je zelfverzekerdheid, zelfliefde daarin, de balans en het geluk hebben in jezelf. En de sterkaart voelt voor mij ook wel altijd dat het ook te maken kan hebben met een stukje heling, hè? Een stukje herstel. Maar van de andere kant kan er ook weer geluk naar je toe komen nu je de spiritualiteit of de energie die jij voelt laat stromen. De page van zwaarden krijgen we erbij. Krachtkaart en de drie van staven. Oké. Er gaat wel een energie komen waarbij er grote veranderingen plaats gaan vinden. En die veranderingen die beginnen dus allemaal in jouzelf. Waarbij je soms ook het gevoel hebt van ik ben alleen hier in dit proces. Nu kan ik uit eigen ervaring praten dat het best wel niet zozeer eenzaam is. In de zin van dat het in een negatieve vorm is. Maar dat het gewoon minder prettig is omdat jij niet jouw trillingsenergie met iemand kan delen. En op het moment dat je iemand ontmoet, en dat hoeft niet per se op romantisch vlak te zijn, kan ook op vriendschap zijn of op werkgerelateerd vlak zijn, maar waarbij je gewoon die vibe hebt samen, waarbij jij als je belt uren met elkaar kunt kletsen, of als je een bak koffie doet, dat er zo de tijd al in één keer zo voorbij gevlogen is. En dat zijn de connecties waar jij naar snakt, maar nog niet helemaal in jouw energetisch veld of in het aardse stukje geactiveerd is. Voor sommigen kan dat wel al zijn, hè, dat het wel al is. Maar ik voel nog wel een bepaalde onderliggende nervositeit of zo. Van gaat het nog wel komen? Want ik wacht al zo lang. Ik weet niet of dat het met jou matcht, maar dit krijg ik dus gechanneld. Dat kan er ook mee te maken hebben dat jij, doordat jij jouw groeiprocessen aan het doorlopen bent, ga je ook inzien waarom jij af en toe je eigen niet meer kunt levelen met anderen. Waarom het soms is dat jij het gevoel hebt dat je alleen staat. En als je daar je studies uit hebt gedaan, je lessen uit hebt gehaald, kom jij verder in jouw kracht te staan. Want we hebben twee keer eigenlijk toch wel een krachtig dier, hè? Nou is dit niet de leeuw, maar volgens mij de tijger of zo. Maar ja, beide krachtige dieren natuurlijk. En dan kunnen de scheepjes verder naar jou toe gaan komen. En in het energetisch veld is die groei al aanwezig. Is er al die onszelfontwikkeling geactiveerd. Maar in de komende periode zul jij hier meer vruchten van afzien werpen. Zul je meer resultaat gaan krijgen. En zul je ook zelf meer in je kracht komen te staan. Maar we pakken dus nog wat kaarten bij. Kijk eens, we krijgen de duivelkaart. Oké, wat mag ik daarbij leggen? 7 van staven. 7 van munten. De koningin van staven. Oh. 10 van zwaarden. Volgens mij zit de page van munten. En de 3 van munten. Oké. 7-7. Spiritueel getal natuurlijk, hè? Die engelenboodschappen getalletjes.
Waarbij eigenlijk de cijfers weergeven dat alle inspanning die je hebt verricht, wordt opgemerkt door de spirituele wereld. Gevoeligheid speelt hier wel een onderdeel in. Let dus echt wel vooral op de negatieve belastbaarheid. En denk dan ook, vooral omdat hier ook de duivel ligt, negatieve gedachten of elementen wat jou omlaag trekt. Het is ook een cijfer van helende kracht, maar ook een cijfer van wijsheden. En wijsheden heb jij zeker veel al tot je genomen. En nu gaat er een proces komen de komende periode waarbij jij veel bewuster in het leven zult staan. Waarbij je ook inziet dat bepaalde manifestaties niet meer voor jou bestemd zijn. Want is het wel waard om nog ergens op te wachten als het niet meer matcht met jouw trillingsenergie op dit moment? Want ik voel namelijk dat er een bepaalde strijd is geweest in het verleden waarbij je het misschien lastig vond als je single was om alleen, echt alleen te zijn of misschien dingen alleen te ondernemen. Waarbij je altijd maar weer in die verdediging ging of dat je je eigen als mensen, stel dat je geen single bent, hè, stel dat mensen dingen gingen vragen en je wilde uitleg geven over hoe jij in het leven staat of hoe jij het ervaart. En dat het gewoon niet bij die mensen binnenkomt. En dat jij dan zoiets hebt van waarom stop ik ergens energie in als er niks kan groeien qua positiviteit. En daar heb je jouw stabiliteit in gevonden. Daar heb jij je stappen in genomen. En dan zul je ook merken dat die spirituele energie in jouzelf in één keer iets helemaal anders neer gaat zetten. Die vastberadenheid van jou, die zorgt er dus ook voor dat er een einde kan gaan komen aan een bepaalde karmisch proces wat hier met die duivelkaart te maken heeft. En vervolgens stap jij in een nieuw stukje. En dat nieuw stukje heeft ermee te maken dat jij in gaat zien dat de kracht van woorden die jij bij kunt zetten in de positieve zin ook meer voor jou kan vormgeven in het vooruitzicht. Maar je hebt ook ontdekt dat de kracht van negatieve woorden jou ook in het nadeel kunnen gaan bereiken. En daar heb je dus een weg in gevonden. Daarom sta je in je kracht, heb je die stabiliteit in jezelf gevonden, waarbij je dus ook echt wel de helende energie die daaraan gekoppeld zat hebt doorlopen. En vanuit daar ben je dus nu in je kracht aan het komen, al is het een nieuwe energiestroom waar je op gaat stappen, waarbij jij best nog wel het een en ander mag gaan leren. Er komen wel nieuwe kansen en mogelijkheden op je pad. En dan is het heel fijn om eraan te blijven werken. Dit kan dus in teamverband zijn. Het kan ook dat jij ondersteund wordt door mensen die het proces al doorlopen hebben. Dat je bijvoorbeeld Iemand of misschien ga je op een cursus en ontmoet je mensen waarbij gelijkgestemdheid is en sommigen zijn misschien al iets verder in hun groeiproces als dat jij bent en daar leer jij weer van. En op datzelfde moment, als er mensen actief aanwezig zijn die misschien iets minder in hun groeiproces staan als dat jij staat, daar kunnen hun dan weer iets van leren. En dan krijg je een bepaalde domino effect, wat ervoor kan zorgen dat de groei en de ontwikkeling alleen maar ten goede gaat komen. Ik heb hier de 3 van staven en ik heb de 3 van munten onder elkaar liggen. Dus 3-3 is ook weer een krachtig getal. Wat ik zojuist ook al zei met gewoon al 3, hè, omdat het kaart 21 was. Kaart 3-3 is ook nog dat het stukje uitdaging te overwinnen. De veerkracht waar je misschien moeite mee hebt om buigbaar te zijn in de energie. Maar het wel allemaal verwezenlijk kan worden als jij de kracht behoudt om dit ook door te pakken. Ga niet jezelf weer omlaag praten als het even een stagnerende energie heeft. Of een energie waarbij jij weer even zoiets hebt van weer meer lessen, weer meer inzichten. Wat moet ik hier toch mee? Of een negatief element wat weer op je pad komt. Hier ligt wel de 10 van bekers. Dus de stroming die hier op tafel ligt is heel intens. En die stroming kan alleen maar verder zich eigen optimaliseren.
dat ligt hier een voltooiing van een les. Omdat jij in jouw energiekracht bent gaan staan. Maar we pakken hier nog eens even een kaart uit. Ik had dit echt ook klaar moeten leggen. En dat gebruik ik niet heel veel meer. Maar soms dan mag ik hem weer voor de dag toveren. Dus we pakken hier ook eens één of twee kaarten uit. Ja, deze mag eruit. Ik pak even een klein slokje thee, want ik heb een beetje last van een kriebel elke keer in mijn keel. Zo. Nou. Kristallen. Ik hoop dat jullie het zo zien zonder reflectie. De energie van kristallen zullen je ondersteunen en helpen je in de huidige situatie. Dus stel dat je even die negatieve gedachten hebt, hè, dan zullen er altijd ondersteunende edelstenen zijn of kristallen zijn die jou kunnen ondersteunen om die energie te verzachten of om te buigen. En ik voel altijd in welke energie dan of welke kristallen mogelijk zijn bij een specifieke persoon. Dus ik ga het nu ook niet benoemen in het collectief. Want omdat er meerdere mensen zijn, kan het voor iedereen wat anders zijn. Nu zijn er natuurlijk ook algemene edelstenen die werken ook op het stukje negatieve gedachten of misschien wel een stukje angst. Dus wellicht dat je even Google kunt raadplegen welke edelsteen voor jou op dit moment een toegevoegde waarde zou kunnen zijn. Kijk, wees dienstbaar, ook al ben je nerveus. Focus jezelf volledig op je intentie om de volgende vraag te beantwoorden. Hoe kan ik de wereld verbeteren? En de wet van aantrekkingskracht zal automatisch zorgen voor alles wat je daarbij nodig hebt. Wauw, dit is mooi. Want als we dan gaan kijken, hè, met hier die overvloed wat hier ligt. Je mag eraan blijven werken. Weet ook dat jij ondersteund wordt vanuit het goddelijke. Hè? De energie die hier stroomt is krachtig. Ik heb er al vaker met de energie-updates over gehad. Van dat er echt wel in een positieve zin elementen aan het veranderen zijn. Maar dat houdt ook in dat er in bepaalde aspecten, voordat de positiviteit kan vormgeven in jouw leven, dat er eerst een afstand gedaan wordt van iets wat negatief is. Omdat dat een blokkerende energie is, wat daarvoor zit. Dus dat is nu waarbij je dus misschien ook ondersteuning kunt gebruiken. Waarbij je dus ook de aandacht mag vestigen op het, ja, het mooiere element. Ik pak er nog wat kaarten bij uit de aftertarot. Dus ook die kaarten gebruik ik niet heel veel. Maar ik vind het voor nu wel even de mooie toegevoegde waarde. Oké, we pakken er in het midden nog even een tijdlijntje bij met de aftertarot. Wat mag ik overbrengen voor deze energieweek? Nou, ik wil er nog één. Nee. Dat was de toren, maar hij voelt voor mij eigenlijk als bevrijdende kaart. Dus kijk eens. Je hebt periodes gehad waarbij jij misschien dus vast zat in een negatievere spiraal. Waarbij jij het gevoel had van oké, ik ben alleen en niemand snapt me. Maar jij hebt zelf de touwtjes in handen genomen. Je hebt de kracht in jezelf zitten om eruit te kunnen stappen. Je pakt gewoon letterlijk je spullen op en je verplaatst jezelf. En die verplaatsing zorgt er dus ook voor dat jij verder in je kracht komt te staan. Dat je niet meer in dit stukje blijft hangen, maar dat je die vooruitgang aan het boeken bent. Want je hebt zoveel kracht. En hier zit de leeuw nog echt wel met ketting vast. Hier omhels je de leeuw al met die lemonskaat boven het hoofd. Die infinity tekenen, dat er heel veel mag gaan komen. Die uitbundigheid, balans. Een gele kaart is altijd een positiviteit. Hè? Een goede kaart. We krijgen daarnaast de speelsheid van de zon weer.
We krijgen de 5 of de 7 van zwaarden. Dit voelt voor mij als dat de negatieve gedachten of negatieve energie die af en toe op je pad kwam of die af en toe in jouw energetisch veld actief was, die wordt opgepakt. Normaal gesproken, deze kaart is ook wel van deze persoon probeert de soldaten te slim af te zijn door die zwaarden mee te nemen, zodat er geen gevecht meer kan komen. Maar door de snelheid en dat je niet helemaal oplettend bent, laat je echt 2 achter. En dit is eigenlijk letterlijk een kaart van stel dat dit even gebeurt, dat je weer even in die valkuil trapt. Word je even stilgezet, mag je er even bewust van zijn. En dan kun je je eigen stabiliteit weer voor terug gaan eigenen. Kijk, want we krijgen hier de koningin van munten. De haas op de voorgrond. De haas staat ook wel voor snelheid, maar vind ik ook altijd wel als vruchtbaarheid staan. En vooral als we dan gaan kijken dat hier in die pentakel zien wij dus de weerspiegeling en de reflectie van jou als persoon. En je gaat ook zelf jouw reflectie zien. Jij gaat jou spiegelen. Of de spiegelelementen ga jij inzien. En daar ga jij jouw voordeel uithalen. En met deze kaarten allemaal bij elkaar zul jij dus eigenlijk een ander leven gaan creëren. Al is die toren dadelijk helemaal afgebrokkeld. Jij hebt de kracht om iets nieuws op te bouwen. Jij hebt de vaardigheden die iets teweeg kunnen brengen. En vanuit daar stroomt eigenlijk alles al door. Dus de hele energiestroom die jij op dit moment hebt, is alleen maar voor mijn gevoel in de positieve zin. En je hebt zelf de hand erin om bepaalde negatieve patroontjes even te doorbreken. Want kijk eens wat hier ligt. Kijk eens welke prachtige kaarten hier op tafel liggen. Een hele intense energie. Waarbij jij zelf ook jouw triggers in gaat zien. Waarbij jij zelf misschien jezelf omlaag haalt in energie. En vanuit daar heb je zoiets van, ik pak het op. Ik ga het weer doen. Ik spiegel mijn eigen even met het gedrag wat ik heb getoond. En hup, schouders eronder. En ik knal weer lekker door. En dit zijn elementen waarbij jij dus in een vernieuwing gaat komen. Wat af en toe niet helemaal fijn zal zijn. Maar elke vernieuwing heeft ook weer dat er nieuwe deuren geopend gaan worden. En dat zorgt ervoor dat dit mogelijk gaat worden. En ik hang er geen tijdsbestek aan vast. Omdat dat niet heel veel zin heeft. Omdat in het energetische veld er geen tijdsbesef is. Soms probeer ik het wel ook om te buigen naar het aardse stukje. En dan voel ik wel een bepaalde periode van het jaar. Maar dan zal het nog niet met iedereen resoneren natuurlijk. Als laatste kaart hebben we mentor, engelen van mystiek. De situatie verlangt dat jij spirituele mentor bent of er één vindt, zodat je de mystieke inzichten vindt die nodig zijn. En dat is met deze kaart wel benadrukt. Dat jij soms misschien mensen iets kunt leren of mensen kunnen jou nog wat leren. En dat kan dus al zijn als je naar een cursus gaat of je gaat naar een bijeenkomst van het werk en dat je toch bij een groepje terechtkomt waarmee jij zoiets hebt van, hè? Ik heb dat nooit geweten van jou. En dat je eigenlijk altijd maar op het zakelijke vlak in contact bent gekomen. En dat je de mensen erachter in de privéstukjes ook een beetje leert kennen. Waarbij je ook meer inzicht hebt van, jullie denken eigenlijk hetzelfde als hoe ik in het leven sta. En dan zul je ook merken van, ik ben niet zo alleen hier op aarde. Ik ben niet zo alleen in mijn fysieke wereld. Er zijn meer mensen om mij heen. Alleen is het wel van belang soms ook die contactlegging te doen. Om er ook voor open te staan om andere mensen te leren kennen. En daar ga je nog meer inzichten over krijgen de komende tijd. Ik leg deze even hier in het midden. Dus lieve mensen, dit was van vandaag de energie-update voor deze week. Ik wens jullie alvast een heel mooi weekend toe en tot de volgende keer. Doei doei!